Dit allemaal komt er allemaal van uit uw kofferbak? Dit komt uit de kofferbak, ja. Daar rijdt u dagelijks mee rond? Nee, alleen vandaag. Breda nu. Een braderie bij winkelcentrum De Berg. En dat is in de wijk Kesteren in Breda. En dan hebben ze ook een kofferverkoop. Een uit de kofferbak verkoop. Maar wat dat nou precies is, ik heb er geen idee van. Ga even kijken. Wat is er bij u uit de kofferbak gekomen? Ja, zoals je ziet, een beetje zolder, rommeltjes. Ja? Dat, ja. En al wat verkocht? Ja, ik heb al wat verkocht. Ja, nog niet heel veel, want het is helaas niet zo druk. Nee. Dus dat is wel heel jammer. Nee, je moet geen bedragen noemen, want de belasting luistert mee. Ja, natuurlijk. Ja, die staan gelijk voor de deur. Dus dit allemaal, komt er allemaal van uit uw kofferbak? Dit komt uit de kofferbak, ja. Daar rijdt u dagelijks mee rond? Nee, alleen vandaag. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. African Wax en dit is Sway Sway. Daar worden traditionele kleding van gemaakt in Zuid-Afrika. Wel allemaal kleurrijk, hè? Ja, daar hou ik heel erg van. Dus ik maak de voorraad zeg maar in Zuid-Afrika in een krottenwijk samen met kansarme moeders. Oh, geweldig. Daar ga ik elk jaar naartoe. En dan maken we de voorraad. De bengeltjes, de beschermengeltjes, die hebben een slotje. Dus die kan je hangen aan een kettingtje of koordje. Dus dan heb je gelijk een leuk sieraadje. Wil je het geven aan iemand, dan pak ik het zo in met een leuk kaartje met verschillende tekstjes. En dan heb je een persoonlijke boodschap erbij. Oh, hartstikke leuk. En u doet dat ieder jaar in Afrika? Ja, hier in de zomer verkopen. En dan van de opbrengst ga ik terug en dan doe ik elk jaar een nieuw project. Dus, wat geweldig. Ik heb al huisjes gebouwd voor het personeel. En ik heb vorige keer kinderdagverblijf opgezet. Geweldig. Dit jaar een speeltuintje erbij gebouwd. En in mijn atelier daar hebben we dus dit jaar dan de dingen, de schorten en de vlaggetjes genaaid. Ja. U heeft wel de vrolijkste kraam van de hele markt met al die kleurtjes. Dank u, leuk om te horen. Wat zijn ze nou aan het doen dan? Pizza maken. Oké, en dat is dat deeg met en wat is dat gele? Is dat poeder? Nee, dat is deeg. Oh, dat is deeg. Dat is deeg en maaltpoeder. Oké. En dan moet je erop doen dan? Ja. Eerst de kaas. Eerst de kaas, ook al. En dan in... En dan figuurtjes en dan in de oven. Oh, nou. Heeft u ook een tatoeage van een Audi RS4? Kijk, dat is toch typisch iets goeds voor u, een Superman. Ha, ik heb er nog één. Dat is wel een geheim, want die kinderen zijn veel kleiner. Dat voor mij is veel makkelijker nu. Ja, ik heb er nog één. Is het zo als je alle eentjes vangt dat je dan een Mercedes krijgt? Of een ander merk? Ik kan heel veel eentjes vangen. Dan denk ik dat we al over 2000 eentjes hebben. Maar bij mij zijn dat kleine prijsjes. Dus nou, kom op. Ik had hem bijna. Het is nog leuk ook. Oh, nou snap ik het. Ja, nee, ja. Ja, ik pak er zo alleen. Breda nu.